We staan op het dakterras van het stadhuis in Zoetermeer. En we hebben hier vanavond een dakconcert. Waarom nou? Omdat we eigenlijk aandacht willen vragen voor de daken. We hebben heel veel daken in de stad. En het lijkt ons leuk als we daar wat meer groen in aanbrengen. Naast al die zeg maar technische facetten die ik noem, kun je ook op dit soort daken mensen ontmoeten. Ik ben cultuurmakelaar in Zoetermeer en daarom gaat het mij juist om wat gaan we doen op die daken. En het is ontzettend leuk om activiteiten neer te zetten. Het beleefbaar maken van zo'n dak, mensen naartoe krijgen om elkaar te ontmoeten, om te genieten van muziek, van een evenement, van een drankje en een hapje. Dat proberen we hier voor het eerst uit op het dak van het stadhuis. Het idee achter dit dak is om mensen te laten ervaren, te laten zien, te laten voelen wat je eigenlijk kan doen met een plat dak. Op deze manier denken wij anderen te kunnen enthousiasmeren om ook in de binnenstad verder nog meer te gaan werken aan deze mooie daken. Je kan het als bewoner iets doen, of als eigenaar, of als ontwikkelaar, of als gemeente, of als corporatie. Maar je moet wel weten wat je dan allemaal kan doen. En zo'n avond als dit heeft zeker dat weer spectrum verbreed. Met name de binnenstad heeft heel veel platte daken. We hebben dus hier dit voorbeelddak aangelegd in de hoop dat veel mensen, dat ook eigenaren, ondernemers, ook dingen gaan doen op hun daken.